De Sint-Petrus- en Pauluskathedrale Basiliek heeft gisteren na 5 jaren weer een heilig sacramentdienst gehouden. Vanwege de COVID-19-pandemie kon deze dienst vanaf 2020 niet georganiseerd worden. Het thema van dit jaar is Getuigen van Christus. Sacramentsdag is een katholieke feestdag die wordt gevierd op de donderdag na Drievuldigheidszondag. Het herdenkt dat Jezus zich onder de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen geeft en blijft aanwezig door de geconsacreerde offergaven. Dit feest benadrukt de eerbied voor de geconsacreerde gaven, vaak met processies en speciale vieringen. In Suriname wordt het op de zondag erna gevierd, omdat het geen officiële vrije dag is. Bisschop Karel Tjuni van Paramaribo zegt dat tijdens de sacramentsdienst er lof wordt gegeven aan God. Maar dat wij God loven en God adoreren, dan vragen wij God niets, maar wij loven God en we zeggen bijvoorbeeld: u bent groot, u bent machtig, u bent eindeloos barmhartig. U hebt de hele wereld geschapen, u zorgt voor alle mensen. Zo uiten wij lofuitingen aan God. En hoe meer wij de goede dingen van God loven, hoe ruimer ons hart wordt, hoe blijer we worden. Hoe opgewekter wij worden, hoe meer wij energie krijgen. Dat is de kracht van de lofprijzing. En we bidden meestal met woorden, maar we moeten ons oefenen om zonder woorden, dus om in onze gedachten alleen God te loven en te danken. De monstrans met de geconsacreerde hostie in het midden vormt het hoogtepunt van de sacramentsprocessie. Terwijl mensen zingend en biddend door de straten van Paramaribo lopen, wordt er diepe eerbied betoond aan de hostie in de monstrans. Elke processie wordt afgesloten met het liturgisch gezang van het Tantum Ergo en de zegen van de priester met het allerheiligste dat in de monstrans is geplaatst.